Goedemorgen allemaal. Goedemorgen hoor. Dit is een nieuwe aflevering van Sporting in de Klasse. Ja, en this show they got a very strong mental ik ga ervan stotteren, jongens. Capaciteit, ze zijn mentaal heel erg sterk. Dat is wat hij zei. De coach van de Nederlandse waterpolo dames. En daar gaat het vandaag over. We gaan het hebben over veerkracht. Hoe ga je mentaal sterk zijn? En we gaan natuurlijk over waterpolo hebben en alle vragen stellen die jullie willen weten. Dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen met niemand minder dan Ilse Koolhaas. En ik vind het superleuk. Ik ga er gewoon heel snel bij halen. Want zij zit best wel ver weg. Dus het is een heel ver reizen naar Sport in de Klas. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Goedemorgen Ilse. Goedemorgen allemaal. De eerste vraag. Wil je even vertellen waar jij nu bent? En ze wil je jezelf even voorstellen. Het zijn eigenlijk twee vragen, maar... Nou, ik ben Ilse. Ik speel bij de Nederlandse waterpolo dames. Wij waren dus afgelopen week in Boedapest op wereldkampioenschap. En als club speel ik, voor mijn club speel ik in Griekenland, in Athene. En daar ben ik nu dus ook. Dus ik zit helemaal aan de andere kant van Europa, eigenlijk heel ver weg. In de warmte? In de warmte, zeker in de warmte. Maar goed, ik ben er nog steeds bij jullie zo. Heel goed. Ja, superleuk dat je er wil zijn. En wij lieten net de video zien van jullie de finale om het brons, zoals we dat kunnen zeggen, tegen de Italianen. En jullie coach die zei, ja, daar is die. Oh ja, laat zien. Wauw. Kijk, heel goed. De enige echte bronzen plak. Wauw. Hey, en... jullie coach zei het al, jullie toonden heel veel mentale kracht. En dat is wat je eigenlijk zei. Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Want mentale kracht, veerkracht. Wat heeft het gemaakt dat jullie in de wedstrijd tegen Italië, dat jullie dat konden laten zien? En waarom is het van belang voor de jongens en meiden om dat te snappen, te leren? Nou kijk, als we het hebben over sport, en dan zijn de verschillende top natuurlijk super klein. Ik bedoel, iedereen traint heel erg veel en is... heel erg veel bezig om heel goed te schieten, om heel hard te zwemmen. En dan worden die verschillen zo ontzettend klein, dat wij met de ploeg zijn gaan kijken naar een andere manier waar we beter kunnen worden dan de andere ploegen. En dat is mentaal. Wat er bij de finale gebeurde, is dat wij van 1-0 voorkwamen al heel snel en vervolgens 4-1 achter stonden. Dus het was echt wel heel moeilijk en we konden niet een mogelijkheid vinden om te scoren. Dat lukte allemaal niet. En echt op onze mentale kracht hebben we uiteindelijk dan de wedstrijd nog omgezet. En hebben we hem uiteindelijk met 7-5 gewonnen. En wat is dan als je dat met mentale kracht omzet? Hè? Want ik snap dat je iets in je hoofd... Maar wat doe je dan als je dat voor elkaar krijgt om dan in één keer wel te gaan scoren tegen die Italianen? Maar kijk, we zagen dat het dus niet goed ging in de aanval. En dat benoemen we dan. We zeggen, oké, meiden, het gaat niet goed. We spelen niet goed in aanval. Dus we accepteren een stuk van, oké, het gaat niet goed. En dan, doordat we het accepteren, gaan we het daarna beter doen. Gaan we daarna nog een tandje erbij doen, nog iets extra's toevoegen of een andere manier zoeken. Dus we zeggen eigenlijk, oké, wat we nu doen, dat werkt niet. Het gaat niet goed met de wedstrijd als we deze willen winnen. Dus dan gaan we het nu anders doen. En als je dat dan hebt over veerkracht, kan je dat uitleggen wat dat voor switch, wat je verandert daarin? Nou, eigenlijk veerkracht is natuurlijk net, we kennen allemaal een veertje. Als er iets negatiefs gebeurt op het veertje, dan drukt hij hem zo in en dan wordt hij heel veel kleiner. Ja. En een veer, die heeft natuurlijk de kracht om dan weer terug te gaan naar hoe die grote eerst was. Ja. Als je als mens dan veerkracht vertoont, dan gebeurt er iets negatiefs, dan word je eigenlijk kleiner. En dan toon je de veerkracht, dus dan toon je de kracht die een veertje heeft. En dan word je weer zo groot als dat je eigenlijk bent. Dit vind ik echt heel goed. Dat is dus, als je wat, je voelt je dan wat kleiner en dan zeg je, ik maak me groot, ik geef niet op, we gaan door. En als je dat niet doet, als je dus niet iets verandert, of denkt van oké, ik ga mijn rug weer wegmaken, ik maak mezelf weer zo groot, dan blijf je klein en dan verandert er natuurlijk niks. Nee. Mooie duiding, Ilse, dankjewel, top. Eerste vragen komen al binnen. Die kwamen al zelfs even een aantal minuten geleden. Groep 678 van de OZB die vraagt... hoe warm is het water waarin jullie wedstrijden spelen? En weet je nog? Het is altijd spannend hè, dat we toch helemaal naar Griekenland toe gaan.
En dat het dan toch, ik zie Ilse nog keurig in beeld, maar het lijkt wel of ze in één keer is bevroren. Ilse, ben je er nog? Hallo? Hallo Ilse. Was even weg. Ja, ik ben er weer. Ja, daar is ze weer. Ja, gelukkig. Zie je, ze is weer wakker geworden, jongens en meiden. Ja, er was een vraag die kwam binnen. En die vraag was eigenlijk van hoe warm is het water waarin jullie je wedstrijden spelen? Nou, dat is een hele belangrijke vraag voor mij. Want hier in Griekenland spelen wij het hele jaar buiten. Dus ook als het regent, ook als er sneeuw ligt, ook als als het heel slecht weer is. Dus voor ons is het wel heel belangrijk dat de temperatuur altijd goed is. En die is altijd tot minimaal 24 graden. En minimaal, dat wil zeggen dat het mag niet warmer worden dan 24. Of... Ja, Griekenland, ver weg, dat blijkt wel weer dat we dan toch... We hadden het helemaal dat onder controle. Dat kan even gebeuren, maar ik denk dat ze zo dadelijk zeker weer terugkomen. En ik denk dat zij zei dat de temperatuur niet warmer mag zijn dan 24 graden. Nee, minimaal. Oh, minimaal 24 graden. En wat is het maximale temperatuur die je dan mag hebben in het water? Ja, is 24, want anders is het echt heel koud. Ja, en wat is de maximale temperatuur voor in het water? Nou, maximaal komt hij eigenlijk niet hoger dan 26, hoor. Oké, dat valt... Als jullie vrij zwemmen straks in het warme bubbelbad en in de stroomversnellingen gaan vrij zwemmen, dan is het echt nog wel een stukje warm. Oké. Even een vraag van de Bos en Hovenschool, groep 6. Waarom draag je dat ding op je hoofd? De kepje. Dat heeft twee redenen. Zoals jullie gezien hebben, heeft het verschillende kleuren. Dus wit en blauw. Dat is om de teams uit elkaar te houden. Ja. En dan staat er ook een nummertje op. Dus bij mij staat er dan altijd nummer 10 op. En dan kan de scheidsrechter mij aanwijzen en zeggen dat ik of een doelpunt gemaakt heb, of dat ik een fout gemaakt heb en aan de kant moet staan. Net als dat er bij voetbal een nummer op je shirt staat. We kunnen zeggen dat jij het bent. En er zit bescherming om je oren heen. Ja, klopt. Dus hier hebben we dop op onze oren. Dat is voor als de bal er tegenaan komt. Of voor als een andere speler met een arm of een been komt er tegenaan. Nou, dat is leuk. Want groep 6, 7, 8 OZB die vraagt ook. Trekken jullie wel eens aan elkaars armen onder water? En ziet de scheidsrechter dat wel of niet? Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar jullie kunnen heel goed voorstellen dat er natuurlijk twee scheidsrechters staan, alleen dat het bad heel groot is. En er gebeurt natuurlijk heel veel onder water en dat kan de scheidsrechter niet zo goed zien. En dat is soms heel erg jammer en dat is soms heel erg gunstig. Dus het gebeurt soms wel. Het gebeurt soms wel. Het is leuk. Ik krijg twee vragen binnen, zowel van de Bos en Hovenschool groep 6 als basisschool De Zonheuvel. Die vraagt, wanneer wist je echt dat waterpolo jouw ding was? Dan wel, hoe ben je erop gekomen om deze sport te gaan doen? Ik was nog heel erg jong. Ik was 6, 7 jaar. En in mijn familie zaten mijn broers en zus. Mijn broers en zus zaten ook op waterpolo. En ik had er eerst echt helemaal geen zin in. Ik vond het zwembad ook helemaal niet leuk. Ja. Maar van mijn moeder moest ik mijn zwemdiploma's halen. Om veilig te kunnen zwemmen. En, ja. Dat vond zij belangrijk, dus dan daarna mocht, en dat is ook belangrijk, en daarna mocht ik dan, moest mijn C-diploma halen en daarna was het dan prima. En toen ineens gingen mijn vriendjes en vriendinnetjes van de zwemles gingen waterpoloën. En toen had ik mij ook opgegeven om mee te doen met mijn kleine toernooitjes voor hele kleine kinderen nog. Voor, hoe oud was je toen? En toen 8 jaar. 8 jaar, ja. Dus dan hebben we daar het antwoord ook wel van hoe lang doe je al een waterpolo? Want jij bent nu, hoe jong ben jij nog, Ilse? 25, dus 25 min 8. Dan doe je dus al ruim 13 jaar aan waterpolo. Dat is toch al een hele tijd. Ja, ik zit dan nog dubbel te rekenen en reken ik goed. Volgens mij doe je het langer. Ik moet wel even goed rekenen. Zeg 25 min 8. Ja. 17 jaar! Ik moet het wel goed zeggen. Meester Jochem moet wel goed rekenen, hè? Maar twee dingen tegelijk, dat vindt meester Jochem altijd heel lastig. Bos aan Hovenschool, groep 16, vraagt, zijn je teamgenoten lief? Ja. Nee, we brengen natuurlijk heel veel tijd met elkaar door. Als we bijvoorbeeld, we trainen normaal met het nationaal team. Van maandag tot vrijdag, maandag tot zaterdag soms. Ja. In Zeist, dus dan maken we heel veel tijd met elkaar door. En we
reizen, zoals nu voor de wereldkampioenschap, waren we 2,5 weken met elkaar weg. Ja. Dus we hebben natuurlijk heel veel tijd te samen doorbrengen en dat is gewoon echt heel gezellig ook. Ja, ik krijg een vraag binnen van de Bosnhovensel groep 6. Is er wel eens iemand verdronken? Nee. We spelen hard en we willen winnen, maar we zijn natuurlijk wel met respect naar de tegenstander en naar respect naar elkaar. Dus ja. Gelukkig niet. Ik heb een vraag. Ik sta hier de vragen door te geven aan jou. Maar kan jij iets bedenken om even de kinderen ook te laten staan? Dat de jongens en meiden even wat kunnen gaan doen. Want dat vinden we altijd even leuk. Want ja, als sporter kan je natuurlijk de kinderen daar ook op inspireren. Zouden we even wat kunnen gaan doen? Zeker. Als jullie allemaal of een klein balletje of een papiertje of... iets wat je kan gooien in je hand pakken. Ik pak ook wat. Ik heb een rolletje plakband. Kan dat ook? Super, dat kan ook. Gewoon iets wat je in de lucht kan gooien. Gewoon iets wat je kan pakken. Ja. Ja. En dan beginnen we gewoon heel rustig. Het van links naar rechts open gooien. Weet je dat ik dit nog best lastig vind, juf Ilse? Ja. Maar dat is ook omdat ik naar jou probeer te kijken op het scherm. En dat ding over te gooien. Dat is misschien ook wel weer moeilijk. Ja, dat is heel lastig, maar je kan ook alleen naar je balletje kijken hoor. Of naar wat je aan het overgooien ja, bent, je moet naar mij kijken. Oh, dat gaat beter, ja. En dan kan je een beetje veranderen, gooi je een beetje boven je hoofd. Ik moet hem pakken, hij is weggegooid. Ik heb hem weggegooid. Boven je hoofd. Achter je rug om. Ga je gewoon een beetje kijken wat je helemaal niet aan kan. En als je hem rustig pakt. Kijk, misschien is dit wel heel makkelijk voor sommige kinderen. Kijk, ik vind het nog steeds af en toe wel een beetje moeilijk hoor. Ja, maar je kan natuurlijk ook nog andere dingen proberen. Dan ga je op één been staan en dan ga je proberen blijven te gooien. Dat maakt het wel moeilijker weer. Ja, maakt het weer anders. En ook vandaar ben je weer een beetje veranderen in het einde gooien. Als je het moeilijk vindt, dan moet je op twee benen staan. Dus oh, andere been. Andere been ook, inderdaad. En je kan natuurlijk eventueel ook. Je kan het natuurlijk ook gaan overgooien met elkaar. Zeker, als je niet met z'n tweeën zit of met z'n drieën zit, dan kan je natuurlijk gewoon overgooien met elkaar. Ja, dat kunnen wij dan niet, want dat is te ver weg. We kunnen net doen alsof, hè, natuurlijk. Dat is, ja. En dit zijn eigenlijk hele leuke kleine dingen die je dus even kan doen als je gewoon even wat wil bewegen. Zeker. En het is natuurlijk ook goed, want voor de meeste kinderen zal dat makkelijker zijn met één hand. Ik vind met rechts heel veel makkelijker. Ja. Maar als je dan ook met links gaat trainen, dan is die waarschijnlijk weer moeilijker. Ja. Kinderen die met links trekken, is het waarschijnlijk weer andersom. Ja, nee, dat herken ik. Ja, dat is goed om te oefenen. Nou, leuk is, in ieder geval, ben ik weer even een beetje scherper. Kunnen we nog eens even een paar vragen stellen. Ja, op zich een hele logische vraag. Zijn er ook waterpolo wedstrijden in Nederland? Zeker. Ja, natuurlijk. Zeker. We hebben een aantal hele mooie, we hebben in heel veel steden heel veel mooie clubs, heel veel waterpolenverenigingen. En met de waterpolendames spelen wij ook regelmatig ook in Nederland. Ja, basisschool de Zonheuvel groep 6 die vraagt, word je niet moe in het water? Want het is toch heel erg zwaar? Ja, nou daar hadden wij het van tevoren ook over, Jochem, wij kunnen niet staan in het zwembad. Dus wij moeten continu zwemmen en continu met de benen werken om... boven te blijven en de bal over te gooien. Dus dat is echt heel zwaar. Je gaat met je benen onder water om boven water te blijven eigenlijk. Ja, jullie weten allemaal van de zwemmers nog wel schorselig benen. Dat je zo met twee benen tegelijk gaat. Ja. Ja, alleen de benen dan. Oh, alleen de benen, ja. En wij doen dan een slag. Dan gaan we eerst het ene been en dan het andere been. Oké, je moet jezelf uit het water richten. Want je moet ook nog die bal gooien. Ja, maar met schorselig benen ga je natuurlijk heel erg op en neer. En als je het om en om doet, dan blijf je een beetje op hetzelfde niveau. Dus dan wordt het wat makkelijker om ook de bal te gooien. Aha, daarom is het. Ik snap het meteen, ja. Maar wat wij dan wel hebben, wij mogen wel onbeperkt wisselen. Dus niet zoals bij voetbal dat je maar één keer mag wisselen. Wij mogen elke keer erin en eruit. Dus dat is dan wel weer fijn. Dat is wel slim, ook als je heel erg... Ja, anders is dan, dus als je moe bent, kan je meteen uit. En dan kan je teamgenoten weer in. Dan kan je er anders in. Ja. Dit is leuk. Van de Zonheuvel groep 6, wat is de ergste blunder die je ooit hebt gemaakt? Dat vind ik altijd de leukste vraag. Och,
Nou, ik had er nu nog eentje in de halve finale. Dat is misschien niet de ergste die ik ooit heb gemaakt, maar het was wel heel vervelend. Ik lag in het midden te verdedigen en ik steek mijn hand op om de bal tegen te houden die geschoten wordt. En hij gaat zo via mijn hand de andere kant het doel in. Dus eigenlijk scoorde je, alleen in het verkeerde doel. Eigenlijk scoorde ik maar in de verkeerde kant op, dus dat was wel, was wel heel jammer. Dat was een duur foutje misschien wel. Misschien wel, ja. Ja, maar dat kan ook gebeuren. Wat heb je daarna gedaan? Daarna hebben we direct een doelpunt gemaakt, dus stonden we weer gelijk. Ja. Maar dat is ook iets, kan ik mij zo voorstellen, dat als dat gebeurt, als een bal tegen je hand, dat kan ook gewoon gebeuren. Is het dan echt een fout of is dat even niet scherp zijn of hoort dat er ook bij? Nu was het een kan een keer gebeuren. Want het was ook de plek waar ik lag en hoe het gevecht daar ging, zeg maar, ja. Dat het gewoon kan gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een duur foutje. Ja. Bos en Hoofdschool, wat eet je voor een wedstrijd om energie te krijgen? En waar wij heel goed op letten, is dat we genoeg eiwitten binnenkrijgen. Dat is om je spieren goed op te bouwen. Dus door de hele dag heen eten wij heel veel eiwitten. Dat zit in yoghurt, in melk, in eieren, ook in vlees. Dus dan kan je of in bonen ook, dus ook heel goeie. En als we dan voor de wedstrijd zitten, dan nemen we ook altijd nog. Dus dan zitten we heel erg ook op de koolhydraten voor de energie. Dus pasta of een broodje of rijst. Aardappels. Verbruik je veel energie tijdens een wedstrijd? Ja, wij verbruiken natuurlijk heel veel energie. Omdat wij moeten de hele tijd zwemmen en de hele tijd boven. Anders verdrink je. Anders verdrinken, ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Er was laatst volgens mij bij het andere onderdeel van het synchroon zwemmen, volgens mij een zwemster die inderdaad bewusteloos raakte. Onder water. Oh, dat was op hetzelfde wereldkampioenschap. Ja. Was een meisje die had geen lucht meer. Bij zijn groot zwemmen ging natuurlijk heel veel onder water. Ja. En dat ging niet goed. En haar coach heeft haar gelukkig toen op tijd uit het water gehaald. Ja, dus dat kan daar wel gebeuren. Bos en Hoofdschool, die wil ook graag weten. En dat is misschien wel een van de leukste vragen ook weer voor om mij af te ronden. Wat is de leukste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld? Oef. Nou, ik ga eigenlijk een wedstrijd van een teamgenootje van mij aanhalen. Dat zei ze tegen mij afgelopen week. Ja. Afgelopen week hadden wij de halve finale tegen Hongarije in Hongarije. Ja. En Hongarije is een heel groot waterpolenland met heel veel fans. En het stadion was super groot. En de fans die zingen voor het team. Ze waren niet gemeen tegen ons, maar ze waren heel, heel erg natuurlijk met Hongarije. Ja. En we hebben die wedstrijd helaas niet gewonnen. Maar net niet, hè, volgens mij. Niet, ook maar net niet, op één doelpunt. Maar was dat iets van je arm? Zo'n mooie spin. Ja. Oh. Sorry. Nou ja, dat hoort er ook bij. Maar vertel je verhaal verder. Nee, goed. Het zwembad zit dan zo vol met die Hongaren die schreeuwen en zingen. En hele mooie sfeer is daar. Ja. En goed. Hier in Griekenland hebben we dat soort wedstrijden ook vaak met de club, omdat het hier ook heel erg leeft, de sport. Ja. En dit soort wedstrijden, kijk, het is nog mooier als je wint, maar dit soort wedstrijden met heel veel fans en heel veel liefde voor de sport van de andere kant, dat zijn toch echt wel de mooiste wedstrijden. Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat we denken vaak ook als kijker, dat als je een wedstrijd verliest, dat het altijd verdriet is of iets dergelijks, maar een mooie wedstrijd spelen in een land tegen, in Hongarije natuurlijk, wat een van de grote kampioenslanden ook wel is. En je verliest, dan is het geen schande. Maar dan heb je wel genoten. En plezier hebben daarin is natuurlijk ook wel cruciaal. Hè, dat je dat beleeft. Ja, zeker. En natuurlijk konden we hem winnen en was het balen. Maar we hebben goed gespeeld. En het was zo mooi. Ja. Nou, leuk. Vind ik een hele mooie positieve afsluiter. Dus dankjewel voor het beantwoorden van de vragen van iedereen, Ilse. En hoe ziet de komende tijd voor jou eruit? Komende tijd, ik ben nu dus eventjes in Griekenland, eventjes thuis. En dan gaan we met een weekje gaan we weer beginnen met het nationaal team. Want wij hebben het Europees kampioenschap in september. Ja, en dan uiteindelijk op naar de Spelen van 2024 in Parijs. Zeker. Heel goed. Dankjewel Ilse. En een goede jullie bedankt. En tot snel. Ja allemaal, dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En volgende week zijn we nog één keer voordat iedereen echt met vakantie gaat. En dan gaan we het hebben met Barbara Barend over de jongens en de meiden die gelijk dienen te zijn in de sport.
Want het blijkt toch wel dat veel meisjes inmiddels op school, zal het al gelijk zijn. Maar als je gaat sporten, dat ze ook willen voetballen, maar dat er bijvoorbeeld geen kleedkamer is. Of dat trainers wel voor de jongens er zijn, maar niet voor de meisjes. En dat is natuurlijk heel oneerlijk. En dat moet voor iedereen gelijk zijn. En daar ga ik het met Barbara Barend over hebben. Dus voor nu, tot volgende week. En ik hoop jullie allemaal weer te zien. Volgende week donderdag 14 juli om 9:30. Tot dan. Goed informatie, Jochem. Hoi, hoi.